wat vissen voor mij betekent is dat het mij de kans geeft om een kijkje te nemen wat er nou onder dat wateroppervlak gebeurt. Dus je ziet eigenlijk niks zo in die grachten. Veel mensen vragen ook af, zit er nou eigenlijk vis? Dat zit er zeker. En of er nou een grote zit of een kleine of die dag helemaal niks. Dat maakt voor mij gewoon heel erg spannend. Hé Bas, wat dacht je ervan? Zo eventjes richting Noorderhaven. Beetje baarsje vangen. Het is ook een stukje gezelligheid, een stukje ontspanning. Vrienden onderweg zijn. En dat maakt het ook gewoon heel erg leuk. Het is ook een beetje een sociaal ding. Eigenlijk wil ik dan gewoon daar straks om de hoek gaan beginnen. Nou, we staan nu in het centrum van Groningen. En dat is wel een van mijn favoriete stekken. Het is dichtbij. Er gebeurt van alles. Het is gewoon een plek waar je snel eventjes naartoe kan als je niet heel veel tijd hebt. Naar je werk, naar school, wat dan ook. En dat, dat maakt het heel makkelijk, maar ook heel erg leuk. Je kunt het nog goed vangen ook. Heb je hem? Nou, waar we hier op vissen in Groningen, dat zijn baars, snoekbaars en snoek. Dat zijn gewoon de drie hoofdvissen van Nederland. Monster, sorry. De makkelijkste manier om te beginnen is om te gaan dropshotten. Een klein loodje onder met een haakje erboven. Dat zorgt ervoor dat je heel gecontroleerd een kunstvisje boven de bodem kan laten zwemmen. En aangezien we op roofvis vissen, is dat gewoon een vrij makkelijke manier om vis te kunnen vangen. Ook om tussen obstakels of bij obstakels te vissen. Ja. Wat ik zo mooi vind aan de grachten hier in Groningen is dat je gewoon heel veel structuur hebt. Vissen houden echt van structuur, dus je hebt overal heb je overhangertjes, bruggen, woonboten. Die vis is daar gewoon toe aangetrokken. En dat maakt een uitdagende visserij, want je kunt heel makkelijk vastzitten. Maar het is wel een plek waar je de vis echt kunt verwachten. En dat heb je, buiten de stad heb je dat niet. Heb je alleen maar langgerekte kanalen. Hartstikke mooi. In Groningen gewoon een hele mooie stad om te zien. Er gebeurt van alles om je heen. Je kunt gewoon op allemaal verschillende plekken uit de voeten. Het is dichtbij. Je kunt gewoon lekker met je vrienden de stad in. En als het niet wil, dan ga je gewoon een broodje shawarma halen. En dat is ook gewoon heel erg leuk, want dat is toch ook wel een klein beetje het idee. Het is ook een sociale bezigheid. Kortom, probeer een keertje Groningen. Ik bedoel, er gaat niks boven.